Wat vind jij er nou van? Dat was de vraag elke keer. Wat vind jij er nou van, Harry? Van het hele gedoe over Qatar. Nou, wat ik daarvan vind, beste vrienden, dat is dat ik gewoon een beetje meelijden heb met die voetballers. Ja, met die spelers. Jolly, dan speel je lekker bij je club in weet ik veel waar, in Engeland, Spanje of Italië. En dan kom je bij het Nederlands elftal. En daar zitten dus een heleboel van die politiek correcte en weet ik veel wat allemaal van die hele serieuze sportjournalisten. En die bombardeer je dan alleen maar met vragen over Qatar. Daar zijn die jongens helemaal niet mee bezig natuurlijk. Nee. En waarom zouden ze ook... Neem nou bijvoorbeeld Matthijs de Ligt of Frenkie de Jong. Die zijn druk met Barcelona, met Juventus en met hun vriendinnen, met hun carrière en noem maar op. Denk je dat die bezig zijn met Qatar? Nee, natuurlijk niet. Maar dan ook helemaal niet. En die jongens die hebben af en toe eens een berichtje misschien gehoord of de helft gelezen. En die moeten daar dus dan ineens op hun 22e jaar heen. Kun je je voorstellen? Ben je 22, 23? Ik kon amper mijn eigen naam schrijven. Ik wist zelfs niet eens hoe ik heette. Laat staan dat die jongens dan een mening moeten hebben over Qatar in één keer. En daarom zijn ze geen voetballer geworden. Die jongens zijn voetballer geworden omdat ze voetballen leuk vonden. En die zijn geen voetballer geworden om de wereldproblemen op hun schouders te nemen. Nee, daarom zijn ze geen voetballer. En toch worden die jongens daarmee lastig gevallen. En dan denk ik, dat moeten we gewoon niet doen. Daarbij, die KNVB, die zou dan eigenlijk in moeten springen voor hun. Maar dat zijn een stelletje domoren bij die KNVB. Want wat doen ze dan? Dan laten ze die jongens het veld opgaan met een shirtje Voetbal Supports Change. Heb je het gezien? Jongen. Dan is er weer een of andere briljante geest bij die KNVB, die heeft dat dan verzonnen. En dan staan die jongens, die staan daar voor lul met die tekst. Nou ja, dankjewel KNVB. Wat er moet gebeuren, vrienden, volgens mij, de politiek die zich ook alleen maar aan het verschuilen is in deze hele affaire. Ja, want dat is ook vaak helemaal mondje dicht en laat die spelers het maar oplossen. Je moet het niet bij die spelers zeggen, politiek... Pak het op en als je vindt dat Nederland daar niet moet spelen, dan ga je in vergadering met nog meer landen binnen Europa en dan maak je één statement of je zegt met z'n allen tegen elkaar, oké, we gaan niet naar de WK in Qatar. Punt. En zo zou dat moeten worden opgelost. En dan kunnen de spelers daarna zeggen van, ja, ik vind het jammer dat we niet gaan. Ik had graag de WK gespeeld, maar ik begrijp het.